Wat leuk dat je kijkt naar deze speluitleg van de Rattus Big Box. In Rattus ga je terug naar het jaar 1347. De Zwarte Dood heeft ons continent bereikt en in slechts een paar jaar tijd is een groot deel van de bevolking in Europa en Noord-Afrika getroffen. In Rattus gaan jullie de strijd aan met de Zwarte Dood, door je in verschillende gebieden te vestigen en te overleven terwijl de pest zich blijft verspreiden. Tijdens het spelen krijg je hulp van de verschillende klassen uit de middeleeuwen om met zoveel mogelijk inwoners te overleven. Rattus kun je spelen vanaf 10 jaar met 2 tot 6 spelers en duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. We zullen eerst het basisspel van Rattus uitleggen, hierna de toevoegingen van elke uitbreiding. Leg het speelbord in het midden van de tafel. Afhankelijk van het aantal spelers speel je in bepaalde regio's. Je gebruikt altijd de 7 lichtbruine regio's. Voor een spel met 2 spelers zijn dit de enige regio's en afhankelijk van het aantal spelers komen er andere regio's bij. Neem de klassenkaarten en leg deze open in een rij naast het speelbord. In een spel met 2 tot 4 spelers zijn dit 6 kaarten en in een spel met 5 tot 6 spelers 8 kaarten. Voor het eerste spel met 2 tot 4 spelers raden wij de kaartnummers 1 tot en met 6 aan. In een spel met 5 of 6 spelers doe je hier 11 en 21 bij. Als je het vaker gespeeld hebt, kun je de kaarten per klasse schudden en het willekeurig maken of leuke combinaties maken. Maar je gebruikt nog steeds 1 kaart per klasse. Elke speler krijgt 20 inwoners in zijn kleur. Schud de 17 startfiches en leg op elke regio gedekt 1 fiche. Als je met minder dan 6 spelers speelt, leg je de overgebleven fiches tussen de andere fiches en schud je deze. Je haalt nu zonder te kijken een aantal fiches weg, afhankelijk van het aantal spelers. De Zwarte Dood wordt nu door iemand in een willekeurige regio gezet. Bepaal wie de startspeler is. Deze mag nu 2 inwoners in een regio naar keuze plaatsen. Met de klok mee doen alle spelers dit. Daarna zet de laatste speler nog 2 inwoners in een regio naar keuze en doen alle spelers tegen de klok in dat ook. In een spel met 5 of 6 spelers plaatst elke speler daarna met de klok mee nogmaals 2 inwoners. Je begint dan met 6 inwoners. Elke beurt bestaat uit 2 fases, de actiefase en de pestfase. De stappen in fase 1 voer je in willekeurige volgorde uit. Laat je bevolking groeien en pak optioneel een klassenkaart. In fase 2 verplaats je de Zwarte Dood, verspreidt de pest en activeert de Zwarte Dood. Je plaatst inwoners in een regio naar keuze. Je mag zoveel inwoners plaatsen als het aantal ratfiches die op dat moment in de gekozen regio liggen. Voor of na de bevolkingsgroei mag je 1 klassenkaart pakken. Dit kun je doen van de algemene voorraad of van een van de andere spelers. Je legt de kaart goed zichtbaar voor je neer en kan de actie direct uitvoeren. Zo kun je na het pakken van de koopman er meteen voor kiezen 3 van je inwoners naar een andere regio te verplaatsen. Je mag op elk moment tijdens de actiefase het effect van alle klassenkaarten die je voor je hebt uitvoeren, tenzij anders aangegeven op de klassenkaart. Let op, hoe meer klassen je hebt liggen, hoe groter de kans dat je getroffen wordt door de pest. Je moet na fase 1 de Zwarte Dood verplaatsen naar een aangrenzende regio. De regio waar deze staat wordt de pestregio genoemd. Afhankelijk van het aantal ratfiches dat in de pestregio ligt, worden er nieuwe ratfiches op het speelbord gelegd. Leg de nieuwe fiches in aangrenzende regio's naar keuze. Er mogen maximaal 3 fiches in een regio liggen. Als er in de pestregio 1 of meer inwoners staan en er 1 of meer ratfiches liggen, worden de ratfiches 1 voor 1 opengedraaid en afgehandeld, totdat alle ratfiches opengedraaid zijn of alle inwoners uit de regio zijn verwijderd. Op de ratfiches staan symbolen die bepalen welke inwoners getroffen worden. Zo kan het zijn dat elke speler een inwoner kwijtraakt, of alleen de speler met de meeste inwoners in de regio, of alleen de spelers die een klassenkaart uit de boerenstand voor zich hebben. Alle inwoners die worden getroffen gaan terug in de persoonlijke voorraad van de speler. Leg alle opengedraaide ratfiches af en laat gedekte fiches in de regio liggen. Het spel eindigt als 1 speler al zijn inwoners op het bord heeft staan of als de voorraad met ratfiches leeg is. Hierna volgt nog 1 speciale ronde. In deze ronde mogen alle spelers, behalve de speler die het einde van het spel heeft geactiveerd, nog 1 maal de acties van al hun klassenkaarten gebruiken.
Er worden geen inwoners meer geplaatst en ook de Zwarte Dood wordt niet meer verplaatst, tenzij dit door het activeren van een klassenkaart gebeurt. Hierna mag de speler die het einde van het spel heeft gestart per regio alle overgebleven radfiches omdraaien en afhandelen. Alle fiches uit de regio worden behandeld voor de volgende regio wordt geactiveerd. Wie aan het einde van deze ronde de meeste inwoners op het bord heeft staan, heeft de Zwarte Dood overleefd en is de winnaar van het spel. In deze Big Box vind je 4 uitbreidingsmodules: regiokaarten, universiteiten, opwaarderingen en gildes en herbergen. Mocht je het basisspel onder de knie hebben, kan je ervoor kiezen om 1 of meerdere modules toe te voegen. De uitbreidingen brengen ook nieuwe klassenkaarten met zich mee, met elk een nieuwe manier van spelen. In de module regiokaarten ontvangt iedere speler 3 regiokaarten aan het begin van het spel. Op de kaarten staan klassensymbolen. Je kunt op elk moment tijdens de pestfase een regiokaart inzetten om je inwoners te beschermen als die klasse getroffen wordt door de pest. Je hoeft dan geen inwoners te verwijderen. Met elke kaart kun je slechts 1 klasse beschermen. Met een vraagteken kun je een klasse naar keuze beschermen. Na de pestfase leg je de gebruikte kaarten af. Die kunnen niet nog eens gebruikt worden. Als je met de astronoom speelt, kun je tijdens het spel nieuwe regiokaarten verzamelen. Als je met de ontdekkingsreiziger speelt, kun je de algemene stapel regiokaarten gebruiken voor extra bevolkingsgroei. Niet gebruikte kaarten zijn aan het einde van het spel 1 punt waard als je in die regio de meeste inwoners hebt. De module universiteiten voegt gebeurteniskaarten toe. Aan het begin van het spel plaats je de 2 universiteiten in willekeurige regio's voordat de inwoners geplaatst worden. De gebeurteniskaarten schud je en leg je op een trekstapel en de overwinningsfiches leg je naast het bord. Aan het einde van je beurt, na de pestfase, draai je een gebeurteniskaart om en voer je de actie uit. Bij een rat gebeurt er niets. Een klassenkaart met een rode streep zorgt ervoor dat elke speler een klassenkaart mag terugleggen in de algemene voorraad. Met een klassenbonuskaart mogen spelers voor elke klassenkaart van dat type dat ze voor zich hebben liggen een extra inwoner plaatsen in een regio met een universiteit. Bij een oprichten universiteitkaart krijgt de speler met de meeste inwoners in elke regio met een universiteit 1 overwinningsfiche. Daarna plaatst de speler een universiteitsfiche in de regio en verplaatst de universiteit naar een nieuwe regio waar nog geen universiteit staat en waar nog geen universiteitsfiche ligt. Bij gelijk spel scoort niemand en wordt de universiteit niet verplaatst. Als in elke regio een universiteitsfiche ligt, worden deze allemaal verwijderd en kan de universiteit weer overal geplaatst worden. Aan het einde van het spel, na de laatste radfiches zijn opengedraaid, vindt nog 1 laatste oprichting plaats in de regio's waar de universiteiten staan. In de module opwaarderingen worden opwaardeertegels toegevoegd. In de voorbereiding leg je van de gekozen klassenkaarten de opwaardeertegels naast het speelbord. In plaats van een klassenkaart te pakken, kan een speler ervoor kiezen om een klasse die hij al heeft op te waarderen. Dit doet hij door de tegel te pakken en op zijn klassenkaart te plaatsen. De opwaarderingen blijven van kracht tot een andere speler de klassenkaart pakt. De opwaardeertegel gaat dan terug naar de voorraad. In de spelregels staat op bladzijde 11 een uitgebreide omschrijving van wat de opwaarderingen precies doen. In de module Gildes en Herbergen leg je 1 of beide borden naast het hoofdspeelbord. Zorg ervoor dat je de gildemeester of de herbergier aan de klassenkaart toevoegt als je met 1 of beide borden speelt. De speler met de gildemeesterkaart kan 1 inwoner uit zijn voorraad op een veld van het gildebord zetten. Als hier al een andere speler staat, gaat deze terug naar de voorraad van die speler. Spelers met een inwoner op het gildebord kunnen tijdens hun beurt gebruik maken van 1 van de bijbehorende acties, ook als ze de gildemeesterkaart niet meer voor zich hebben liggen. Als je tijdens je beurt een inwoner op een veld van het gildebord hebt geplaatst, mag je pas tijdens je volgende beurt van het effect gebruik maken. Aan het einde van het spel krijgt de speler met de meeste gildevelden 2 punten. Bij 3 tot 6 spelers krijgt de tweede speler 1 punt. Als je de herbergierkaart hebt, kun je 1 inwoner uit je voorraad op een onbezette stad op het herbergierbord plaatsen. Of 1 van je inwoners uit een regio van het hoofdspeelbord naar de bijbehorende bezette stad op het herbergiersbord verplaatsen. De inwoner die in de stad stond gaat dan terug naar de voorraad van de betreffende speler. Een inwoner in een stad zorgt ervoor dat een speler een extra inwoner mag plaatsen als de bevolkingsgroei in de desbetreffende regio op het hoofdspeelbord plaatsvindt. Hij mag dit zelfs doen als hij de herbergierkaart niet meer heeft.
Je mag niet in dezelfde beurt een inwoner op het herbergiersbord plaatsen en het effect uitvoeren. Dit geldt pas voor de ronde erna. Aan het einde van het spel krijgt de speler met de meeste herbergiersvelden 2 punten. Bij 3 tot 6 spelers krijgt de tweede speler 1 punt. De klassenkaarten Bisschop, Non, Keizer, Tovenaar, Handelsreiziger en Sultan gebruiken extra speelmateriaal. Als je met één of meerdere van deze kaarten speelt, leg dan ook het extra speelmateriaal op tafel naast het bord. Bij een spel met 2 tot 4 spelers gebruik je 6 kaarten en bij 5 tot 6 spelers 8 kaarten. Als je het spel onder de knie hebt, kun je ervoor kiezen om met bijvoorbeeld 4 boerenkaarten te spelen en 2 ridders of 4 reizigers en een ridder en een boer. De keuze is reuze en geheel aan jou. De enige restrictie hierin is dat er 1 ridder is in verband met het verplaatsen van de Zwarte Dood. Je kan nu terug in de tijd om de pest te overwinnen met zoveel mogelijk van jouw inwoners. Heel veel plezier met het spelen van Rattus Big Box. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust in de comments. Laat een duimpje achter als je dit een leuke uitlegvideo vindt. En wil je op de hoogte blijven van de nieuwste spellen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Heel veel speelplezier en tot de volgende speluitleg. Als je met de ontdekkingsreinigers... Zo. Ontdekkingsreiniger. Ja, het is zoiets als allesreiniger.